Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor alle sterrenbeelden, voor het collectief, voor de komende week. Tijd is vloeibaar, kijk wat resoneert. Oh, kijk eens, ze floepen eruit. Kijk wat resoneert. Soms dan is het op een later moment dat het plaatsvindt. Het kan altijd plaatsvinden vanaf het moment dat je de reading ziet. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk op de bel. Wat is er voor het collectief voor de komende week? Ik ben heel erg benieuwd. Deze moet eruit. En deze moet eruit. Oh, kijk eens. Ik ben heel benieuwd. Kijk nou toch. Er komt nieuwe liefde. Er komt nieuwe liefde. Ik ben heel benieuwd voor wie dit gaat gelden. Weet nogmaals dat, dat het kan gebeuren vanaf het moment dat je deze reading ziet. En tijd is vloeibaar. Iedereen die heeft een andere tijdlijn. Dus het kan inderdaad komende week gebeuren. Het kan ook daarna gebeuren. En kijk wat past voor jou. Er komt nieuwe liefde. Wauw. En deze. Ongelooflijk. Ja, er is iemand die enorme spijt heeft van een actie die hij of zij heeft gedaan richting jou. En diegene wil het goed maken. Ik heb heel erg het gevoel dat je daar helemaal niet mee bezig bent. Dat je het vergeten bent. Dat het je eigenlijk een beetje, dat het niet echt je belangstelling heeft. Maar er is iemand die jou gekwetst heeft. Ben benieuwd. Oh, en we hebben te doen met een player. Iemand die heel goed weet hoe die moet playen, hoe die moet manipuleren. Hoe die kan proberen om de boel zo in spel te zetten dat het altijd ten gunste is van deze persoon. Een man of een vrouw. Nou, het wordt een hele pittige reading. En er komt een soulmate reunie. Je gaat met iemand herenigd worden. Een soulmate. Wauw, dit is fantastisch. En waarom heb ik nou het gevoel dat dat die nieuwe liefde zou kunnen zijn? En deze. Er komt binnenkort een get together. Ja, dat is met die soulmate. Wauw, het is een ongelofelijke. Ik ga verder kijken in de Colette kaarten. Wat is er voor het collectief? Wat komt er op je pad? Wie komt er op je pad? Wat komt er juist niet op je pad? Ik ben heel erg benieuwd. Het is spannend. Ah, ja, er is hier iemand die weet dat hij of zij, altijd vice versa, diegene die weet dat hij iets moet gaan loslaten. En er zit nog een hele duidelijke kras op het hart. Iets heel dierbaars, iets wat heel fijn was. En je hebt het nog los te laten. Nou, gaan we eens even kijken. Er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel voor de komende week. Kijk eens. Dit is geen toeval. Dit is absoluut geen toeval. Ik vind trouwens nooit dat het toeval is. Het is ongelooflijk wat er altijd weer gebeurt. Er wordt een spelletje gespeeld. Dat is die player. Er wordt een spelletje gespeeld. Althans, er is iemand in jouw omgeving. Iemand waarmee je in aanraking komt. Het kan ook zijn dat diegene te maken heeft met iemand in jouw omgeving. Waarvan je het hoort. Iemand die probeert om een spelletje te spelen. Want de vraag is of het ook gaat lukken. Maar er wordt heel duidelijk, er gaat een spelletje komen. Ja, er is iemand die een spelletje gaat spelen. Ten faveur van zichzelf. Ja, dus let op
Let op voor wie dit bedoeld is. Let op. En ook als het gebeurt en je denkt daarna terug aan deze reading, kijk de reading dan nog eens na. Kijk nou eens. Ja, iemand die heel erg druk is op zijn telefoon en zit te wachten op een uitnodiging van de soulmate. Wauw. Ja. Ik heb heel erg het gevoel in deze energie, in deze legging, dat het een hele belangrijke ontmoeting gaat zijn met een soulmate. En het is een reunie. Je kent diegene al. Maar het is lang geleden. Het is heel erg lang geleden. En de vraag is wat daar gebeurt. Ik heb het gevoel dat er meer gaat gebeuren. Dat er een soort vlam gaat oversteken. Dat zeg ik niet in goed Nederlands. Maar er gebeurt iets. Is dat die nieuwe liefde? Ja, het is ongelooflijk wat er gebeurt. En er is ook iemand die heeft heel erg spijt van jou kwetsen. Dat zou dezelfde persoon kunnen zijn, maar jij bent daar niet mee bezig geweest. Je hebt dat gelaten. Er komt een hele bijzondere ontmoeting. Er komt een hele bijzondere ontmoeting. Derde wiel. Derde wiel. Iemand die zich het derde wiel voelt. Wow, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er allemaal aan de hand, lieve tekens? Ja, iemand die zich het derde wiel voelt. Ja, ben je misschien uitgestoten? Heb je het gevoel dat je bent afgewezen? En dat kan nog gebeuren, hè? Maar ik heb het gevoel dat er ook al een aanloop naar is. Iemand die zich het derde wiel gaat voelen. Over wordt geslagen, gepasseerd wordt. En dat kan zomaar zijn dat die situatie die je daarin gaat meemaken, dat diegene die daar een rol in speelt, uiteindelijk met een sorry wil komen. En dat diegene zich beseft dat jij je aan de kant hebt voelen staan. Dat je op een soort reservebank bent gezet. Dat er een gevoel is ontstaan waarbij men eigenlijk heeft gezegd. Jij mag niet meedoen. Jij mag niet meedoen. Afhankelijkheid. Er is ook sprake van afhankelijkheid. Het is ongelooflijk veel wat hier gebeurt. Afhankelijkheid. Iemand die zich afhankelijk opstelt. En dat heeft te maken met dat derde wiel. Iemand die zo ongelooflijk een koude douche krijgt. En ik heb het gevoel dat er ook iemand is die heel duidelijk uitspreekt. Jij mag niet meedoen. Maar dan niet in de letterlijke tekst. Maar iemand die jou buitensluit. Je voelt je in die zin afhankelijk. Dat je eigenlijk wil achterhalen van ja, maar waarom is dat zo? Want je wil daardoor juist dubbel erbij mogen horen. Je wil laten zien dat je deugt. Je wil laten zien dat jij ook mee wil doen. Maar je wordt op een of andere manier aan de zijlijn gezet. In die zin is de afhankelijkheid hier bedoeld. Ik heb heel erg het gevoel dat dat te maken heeft met het spelletje wat er gespeeld wordt. Iemand die nogmaals, ten voordele van zichzelf, een vrouw of een man, een spelletje speelt waarbij meerdere mensen betrokken zijn, waardoor er mensen tegen elkaar worden opgezet en diegene het zo geraffineerd in elkaar heeft gezet dat niemand doorheeft wat daar nou werkelijk gebeurt. Het klinkt een beetje mysterieus zoals ik het zeg. Maar degene die dit gaat meemaken, die weet wat ik bedoel. Kijk de reading nog eens later terug. Ik wil even me op het positieve richten. Er komt nieuwe liefde. En het heeft te maken met iemand terug gaan zien uit het verleden. Oeh, die klapt ook terug. Kijk eens. Verwacht het onverwachte. Nou, ik vind het al een hele
bijzondere reading waarbij deze kaart me niks verbaast. Verwacht het onverwachte. Dit heeft te maken met nieuwe liefde. Wauw, lieve tekens. Ja, en dit onverwachte heeft alles te maken met een reunie met een soulmate die je kent. Wat ik al zei, hè? Het is ook een reunie, maar het is van lang geleden. En er gaat iets, er gaat een vlam overslaan. Er gaat iets gebeuren waarvan je nooit had verwacht dat dat bij die persoon, dat dat zou gebeuren. Want zo'n contact heb je niet met diegene. En het kan zijn tussen een vrouw en een vrouw, of een man en een man, of een man en een vrouw. Misschien ben je 30, misschien ben je 60. Maar er komt een reunie en ik heb het gevoel dat dat die nieuwe liefde gaat zijn. Waar je helemaal niet mee bezig bent. Juist dan gebeuren dit soort dingen. Het onverwachte. Het is ongelooflijk. Er komt heel snel een get-together. Ja. En wie jou nou zo enorm geraakt heeft, het zou die soulmate kunnen zijn die nog iets wil goedmaken uit het verleden. Misschien is het 10 jaar geleden, 10 maanden. Ik weet niet waarom ik 10 zeg. Alles wat er uit mijn mond komt in een reading, heeft te maken met de reading. 10, 10. Ik zie geen 10, maar ik voel 10. Ja. Nou, en in het andere stuk in deze reading wordt er een spel gespeeld. Er zijn gewoon 2 dingen aan de hand hier. A message is coming to you that you don't want to hear. Dit heeft te maken met die player. Ja, je wordt op een of andere manier uitgeschakeld of er niet bij betrokken. Afgewezen. Ik vind het vreselijk negatieve woorden. Dat spijt me zeer, maar dit is wat er in de reading ligt. Ja, er komt een boodschap naar je toe die je niet wil horen. En dat heeft te maken met wat ik heel erg voel, dat er hier iemand is die deel zou nemen aan, vul het maar in, hè, een wedstrijd, een of andere quiz of waar dan ook in. Je zou ergens aan deelnemen, misschien wel in een sollicitatieronde of misschien zou je met iemand uitgaan. Op liefdesgebied, maar dat er iemand is die meerdere mensen tegen elkaar opzet. En het kan zijn dat je dat nog niet eens weet, maar dat je uiteindelijk van een koude douche krijgt. Een koude douche, dat is wat ik voel, een koude douche. En dat is omdat er iemand de boel manipuleert naar zijn eigen hand. En het zou zomaar kunnen zijn dat deze persoon, een man of een vrouw, op meerdere paarden gokt en de indruk wekt dat jij de enige bent. Door heel persoonlijk te zijn, door heel betrokken te zijn, door op maat iets te leveren en dat uiteindelijk blijkt dat er veel meer mensen bij betrokken zijn. En dat je uiteindelijk ja, een koude douche krijgt. Ja. En je voelt je een derde wiel. Het heeft te maken met iets wat zich af kan spelen in met 3 mensen. Met een player die zelf daarbuiten staat. En 3 mensen aan het uitproberen is. Het voelt een beetje wazig hoe ik het zeg. Maar het is echt wat ik zie. Het is echt wat ik zie. Ja. Ja. En het voelt ook alsof je afhankelijk bent van de beslissing van die player. Van diegene die heel geraffineerd te werk gaat. Je voelt je ergens afhankelijk. Alsof je het ook wilt winnen, wilt hebben, wilt krijgen. Alsof er eigenlijk eventjes een week gaat komen waarin er niks anders bestaat dan dat. Een uitslag van iemand dat je mag deelnemen, participeren. En dan blijkt dat je ja, eigenlijk in een spelletje wordt betrokken waarbij je helemaal geen kans van slagen hebt. Oh, het spijt me dat ik het zo moet zeggen.
misschien dat er een soort ja, dat er een een ideaal iets is geschapen, iets is geschetst, wat eigenlijk helemaal niet in het echt bestaat. Weet niet. Dit heeft te maken, wederom, met wat er op je pad komt in een niet eerlijke kwestie, niet eerlijke opgezette situatie. Het is opgezet, het is niet echt. En je voelt wel dat er iets is, iets raars is, maar je weet het niet, je weet het niet. Je weet alleen dat je er heel erg mee bezig bent en dat is die afhankelijkheid. Afhankelijkheid in de zin van het niet los kunnen laten en zo getriggerd worden dat je het ook wilt. Nou, volgens mij herhaal ik mezelf weer. Ik wil de wijsheid van het orakel erop losgooien. Dit is echt, kijk, hij valt al. Vrede, wat een prachtige kaart. Ik ga het voorlezen uit het boekje Vrede. Kijk, uiteindelijk komt het ook weer goed. En er zijn twee fantastische dingen, er zijn twee dingen aan de hand. Het ene is wat negatief en het andere is fantastisch. En dat is een nieuwe liefde. En het zou mij niet verbazen dat is met een soulmate-reunie. Wauw, het kan ook een reunie zijn met meerdere mensen van een oude school. En dat je daarin die soulmate treft. Een oud klasgenoot. En nogmaals, hè, het kan 10 jaar geleden, 10 maanden geleden. Nou, het kan natuurlijk ook 20 zijn of 30. Ik heb 10 in mijn hoofd. Vrede. Dat is dus heel erg belangrijk. Vrede. Waarom komt deze kaart eruit? Ik ga even kijken in het boekje. 23. Ik vind het een hele bijzondere reading. Ja. Wezenlijke betekenis. Bevrijd van een relatie. Totale acceptatie. Boodschap van het orakel. Het kan niet beter worden dan dit. Een rustige geest. Een vervuld hart. Geen armoede en vrede. En vrede in je ziel. Dus geen armoede. En ook vrede in je ziel. Totale acceptatie in de weg naar vrede. Alles in je beleving is precies zoals het zou moeten zijn. Harmonie is mooi. Geniet ervan. Ik vind het heel bijzonder. Deze kaart krijg je er, ik wou bijna zeggen, als een soort mooie positieve afsluiting bij. Deze kaart die slaat met name op die nieuwe liefde. Er komt ook een soort rust. Verwacht het onverwachte. Er komt een get-together. En wie degene is die spijt heeft van iets, het komt allemaal op je pad. Er komt vrede, er komt rust. En voor iemand anders is er die ervaren player. Het zijn twee mensen die hier te maken krijgen met een spelletje spelen, maar ook met nieuwe liefde die op het pad komt. Het is echt fantastisch. Ja. Nou, lieve tekens. Dit is de reading voor de komende week. Succes!